zoals ik er nu uitzie, dat hebben zij bedacht. Kan je even je naam zeggen? Ja, ik ben Sheila. En wat doe jij, Sheila? Sheila doet de kostuums van Oogappels. Ik ben Anne. Ik assisteer Sheila bij de kostuums van Oogappels. Hoe is het om de styling te doen van Oogappels? Echt, maar echt geweldig leuk. En buiten omdat het leuk is om met al die verschillende typetjes bezig te zijn en al die verschillende kleding. Ja, vind ik, het is een verzameling met fantastische acteurs. Voordat we beginnen met draaien, komen we ook allemaal bij jullie langs, toch? Op atelier. En dan gaan we, en dan moeten we alles doorpassen. En dan kunnen we kijken of het goed zit. Ik weet niet of je de allereerste doorpas nog kan herinneren. Ja, dat was even slikken, maar dat was wel heel leuk, weet ik nog. Ja. Het was toch wat onwennig, weet je nog? Van, ja, toen kwam de Schotse rok voorbij. En dan kwamen er echt best wel wat provocerende kledingstukken al. Nou ja, eigenlijk door de jaren heen is dat best wel steeds flamboyanter geworden. En steeds uitgesprokener, kunstzinniger, creatiever. Ja, ja, en het grappige is, het lijkt alsof dat soort van makkelijk is. Of nou, je bestelt iets geks of je koopt iets geks. En dan is het goed, maar dat is niet zo, want niet alles werkt. Carola heeft zo de eigen stijl, hè? Dat is echt een beetje een oude hippie. Ja. Dus die heeft altijd een beetje 60s georiënteerde kleding aan, blousjes, jurken. Ja. Ik vind een Wesley heel erg leuk om te doen, omdat het ook bepaalde typetjes zijn. Ja. Dan kan je ook gewoon net even naast zitten. Ja. Of dat het te veel is. Kijk hier een Wesley. Maar kijk, dan heeft hij ook. Kijk, ja, ik hou van deze broeken natuurlijk. Ja. Dus dit komt toch eigenlijk best wel precies of dit dan net het personage is wat je. Ja. Ja. Voor de eerste draaidag, we beginnen ongeveer een week of vier daarvoor. Ja, gedurende het opnemen, ja, wij blijven natuurlijk shoppen. Want je hebt één blok met een aantal afleveringen en dan komt er een nieuw blok. Dus dan, wij blijven eigenlijk altijd doorgaan. Je blijft maar bezig. We blijven maar bezig. Maar hoe belangrijk is voor jou kleding? Maar ik moet echt zeggen, echt oprecht, ik denk 80% of zo. Echt waar? Zoveel? Ja, qua personage, want ik hoef niet iemand excentrieks meer te spelen of zo, want ik kom zo binnen en iedereen kijkt om. Ga jij dit aandoen op je eerste schooldag? Ja. Het leek mooi slank af, toch? Dus dat is zo fijn. Dus daardoor, ja, en wat ik zei, het is toch altijd even wennen of zo. En dat geeft me weer iets om aan zo'n scène te beginnen. Dus het is echt veel. Ja. Oh, schatje.